Dag beste vrienden, hier vandaag 13 september, maandag, viert de kerk de herdachtenis van heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar. En we gaan echt een mooi getuigenis met hem vandaag mogen ontvangen. En ik wou even bij het begin een korte beschrijving van zijn leven voor u voorlezen, zodat wij echt een plaats kunnen geven aan hem. Heilige Johannes Chrysostomus is ook een referentie voor de kerk als verkondiger van het woord. Johannes werd omstreeks het jaar 349 geboren te Antiochië. Na zijn studies werd hij achtereenvolgens monnik en priester, in welke hoedanigheid hij zich bijzonder op de prediking toelegde. In 397 werd hij gekozen tot bisschop van Constantinopel. Hij toonde zich een goede herder, bezorgd voor zijn priesters en gelovigen, van wie de geestelijke vorming hem zeer ter harte hing. In ongenade gevallen bij het keizerlijk hof en door afgunstigen belaagd, moest hij tot tweemaal toe in ballingschap gaan. Door zorgen en ontbering uitgeput, stierf hij op 14 september 407 bij Comana in Pontus. Om zijn grote welsprekendheid en zijn vele geschriften ten dienste van de geloofsleer en het christelijk leven heeft hij de naam Hildemond Chrysostomus verdient. Dan we kunnen vandaag echt vragen deze genade van woorden van God in ons mond te hebben. Hij die voor ons een voorbeeld is daarvan. En vandaag gaan de lezen ook ons aansporen om meer en meer kort bij te komen van de waarheid die het woord van God zelf is. Vragen wij de Heilige Geest, de Geest van troost en waarheid, zoals wij bidden ook elk dag, dat Hij ons kan begeleiden op dit moment bij het ontvangen en bij het volbrengen van het woord van God. Dan de eerste lezing komt uit de eerste brief aan Timotheus. Dierbare, allereerst vraag ik u gebeden, smeekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij ongestoord en rustig en in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één is ook de middelaar tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. Op de vastgestelde tijd legde hij zijn getuigenis af. En ik ben hiervan aangesteld als herald en apostel. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Om de volken te onderrichten in het ware geloof. In het ware geloof. Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht, die haat en ruzie uitsluit. Dan wij zien hier echt een aansporing van Paulus, die heel goed gericht is voor Timotheus en ook voor deze gemeente waarvoor hij zorgde. Deze christelijke gemeenschap, dat zij tot de kennis van de waarheid komen. En het is echt een genade die wij kunnen ontvangen door het woord van de Heer. Deze kennis van de waarheid maakt dat wij echt de redding kunnen ontvangen voor ons leven. En we hebben, denk ik, 2 of 3 dagen geleden met Paus Franciscus gesproken over hypocrisie, ja, vrede. En hij sprak over deze mengsel van halfwaarheid, half leugen. Nee, maar dat gaat niet. Dat gaat niet. En soms de leugen zijn niet omdat de persoon wil liggen. Soms er is een gebrek aan waarheid, aan inzicht, aan verlichting van het geweten enzovoort. En hier, door deze lezing kunnen wij weten, door
De hier, door zijn woord, komen wij tot de kennis van de waarheid. Het is de ervaring van vele mensen die de lectie divine blijven doen. En die komen tot ons vertellen, ja, nu is het duidelijk wat het woord van God zegt. Wat is dat? Het is een vooruitgang in de kennis van de waarheid. In de kennis van God zelf door zijn woord. En dat helpt ons om Gods vrucht te zijn. Zoals op het einde Paulus zegt, ik wil dat de mannen, wij iedereen, de handen opheffen in een geest van Gods vrucht, die haat en ruzie uitsluit. Dan als wij plaats hebben in onze harten voor het woord van God, voor de waarheid van God, zou er geen plaats zijn voor slechte vruchten. Zou er geen plaats zijn voor slechtheid en dingen die niet vanuit het geestelijk komt. Dat is echt in bescherming ook voor onze hart en in vervulling. Ons hart is bedoeld om vervuld te zijn. Dat kan niet leeg worden. Onze harten moeten vervuld worden door het woord van de Heer, door de aanwezigheid van de Heer. En dat is wat ons leidt tot Gods vruchtheid. En daarna zien wij de Psalm 28. Hoor naar mijn smeken, als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom. Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer, mijn kracht en mijn schild. De Heer is een sterke macht voor zijn volk en voor zijn gezalfde en veilige buurt. Red Heer uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer. Nou, we zien in deze psalm in aansluiting bij de eerste lezing Paulus afsluit met deze oproep, de handen opheffen. En hier de psalmist zegt, mijn handen hef naar uw heiligdom. Dat is een beweging. We kunnen bidden ook met ons lichaam. Onze handen naar omhoog heffen betekent vertrouwen, lof, smeken. En wij vormen een geheel met lichaam, ziel en geest. En hoe meer wij ook uitdrukken, hoe meer dieper gaat de Heer Geest in ons kunnen werken. En wij zien dat het smeken die vanuit het hart komt, gaat tot het hart van God. Wat wij vragen aan God, hoort Hij. Daarna, als Hij gaat geven zoals wij vragen, dat is een andere kwestie. Omdat soms vragen wij dingen die wij echt niet zo goed bewust zijn. Maar God weet wat Hij gaat ons geven. Hij leert ons begrijpen waarom heeft Hij anders gegeven of klein of veel gegeven. God heeft een grote plan voor ons. Daarom kunnen wij ons echt toevertrouwen aan Hem elke dag. En de psalmen zijn gebeden die ons helpen daarmee. En op het einde zien wij het evangelie volgens Lucas 7. In die tijd ging Jezus na afloop van zijn onderricht aan het luisterende volk naar Kafarnaum. Daar was een 100 man die een knecht had aan wie hem veel gelegen was. Die knecht was ziek en lag op sterven. Omdat de 100 man van Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de Joden naar hem toe met het verzoek zijn knecht te komen genezen. Bij Jezus gekomen, riepen zij met anderen zijn hulp in. Zij zeiden, hij verdient dat hij deze gunst beweest, want hij houdt van ons volk en hij heeft op eigen kosten de synagogen voor ons gebouwd. Daarop ging Jezus met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, liet de 100 man hem door vrienden zeggen, hij doe hij me verdere moeite. Ik ben niet waard dat hij onder mijn dak komt. Daarom meende ik ook er geen aanspraak op te mogen maken, persoonlijk naar u toe te komen. Maar een woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want al ben ik zelf een ondergeschikt, ik heb weer manschap onder mij. En tot de een zeg ik, ga en hij gaat. En tot een ander, kom en hij komt.
en aan mijn knecht doe dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, stond hij verwonderd over hem. Hij keerde zich om en zei tot het volk dat hem volgde. Ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Toen de mensen die gestuurd waren in het huis terugkeerden, vonden zij de knecht weer gezond. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan wij zien hier echt in dit evangelie in spel met twee woorden. Verdienen en waarde. Wij zien dat de knechten komen en zeggen, Jezus, hij verdient dat hij deze gunst beweest. Hij is waarde, met andere woorden. En deze 100 man kwam naar Jezus en zegt, door geen verdere moeite, ik ben niet waard. Ik verdien het niet. Dat is zo'n mooi voorbeeld. En wij bidden dit gebed elke dag in de mis, wanneer wij het lichaam van Jezus ontvangen. Hij is echt een groot geloof van, een groot voorbeeld van geloof voor ons. Waarom? Omdat hij nederig was. Hij kende zijn kleinheid. Hij besefte. Hij gaf het toe. Maar hij verpletterde zich niet. Hij stelde zich open voor de genade van de Heer. En dat is een heel mooi houding. Een heel belangrijk voorbeeld voor ons. Wij verdienen niet de genade die we ontvangen. Maar we moeten ook niet verdienen. Wij zijn uitgenodigd echt om ons toe te vertrouwen. En toevertrouwen bracht nederigheid, geloof en liefde. En dat zijn de drie genaden die ik nu vandaag vraag. Ook voor de mensen die we soms kennen, die moeilijkheden meemaken en die moeite hebben om zich toe te vertrouwen aan de Heer. Als zij dat niet kunnen doen, wij kunnen dat doen. In de zin van bidden voor elkaar. En het gebed voor elkaar is echt een bron van redding voor de persoon waarvoor we bidden. Ook als deze persoon niet gelooft of nooit zal geloven. Dat maakt niet uit. Uw gebed zal nooit verloren gaan. Nooit, nooit, nooit. De Heer moedigt echt ons aan om ons toe te vertrouwen, om ons te laten gebruiken als instrumenten in zijn handen, door zijn woord, met een groot vertrouwen, met een grote dienstbaarheid en nederigheid. Vragen wij deze genade, dat wij echt dat kunnen beleven, elke dag een kleine poging, een vallen en opstaan, met de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Wees u groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dankjewel en God zegen u. Het is met een grote vreugde dat wij u willen aankondigen dat wij al bezig zijn met het compendium van volgend jaar, van 2022, met het thema de verantwoordelijkheid. Wij gaan echt een parcours maken. Eerst was het over de christelijke begeleiding in het jaar 20. Dit jaar over de vrijheid, 21, en 22 over de verantwoordelijkheid. En dat maakt een parcours. Hoe meer wij ons laten leiden door de Heer, hoe meer vrij gaan wij worden. En als wij vrij zijn, kunnen wij ook engagementen aangaan voor God en voor elkaar. Het is een heel mooi parcours. Dat is ook niet de bedoeling dat als je de eerste en tweede jaar niet meegemaakt hebt, niet zou kunnen induiken in dit thema, helemaal niet. Dat is een parcours die altijd mogelijk is om te beginnen. En wij zijn begonnen met de vertaling, bid daarvoor. Het is een belangrijk werk, ook met de hulp van onze vrijwilligers en mensen van goede hart. Bid dat God, Heilige Geest, ons kan helpen om vooruit te gaan ook. En ook dat het binnenkort bij u kan komen, dit compendium. Het is onze verlangen dat dit jaar iets vroeger zal verschijnen. Met Gods hulp en onze hulp in Spanje ook. En als u wenst, al uw bestelling, uw reservatie aanmelden voor ons. U mag via
deze e-mail die samen is met de kaft van het volgende compendium. Het is nog in Portugees geschreven, omdat het is nog in de oven. Maar zo zou het compendium eruit zien van volgend jaar met dit heel mooi beeld en figuur. En u had ook bij deze bestelling zeker het compendium ontvangen als eerste persoon. Dankjewel en God zegen u.